afgelopen 2 maanden zijn echt voorbij gevlogen. Ik voelde me al heel welkom op de eerste dag. Het voelt al als een team. Dus ik heb er ook wel van genoten eigenlijk. Ik ben best veel op pad geweest. Eigenlijk al meteen werkbezoek aan Eindhoven, werkbezoek aan Rotterdam. Bijvoorbeeld over ondermijning in Eindhoven. We hebben gesproken over de nieuwe omgevingswet in Rotterdam. Maar wat ik vooral heb gezien, zijn mensen die zich enorm inzetten voor de samenleving. Voor hun stad, voor hun buurt. En op zoek zijn naar een overheid in Den Haag die daarbij helpt. Ja, de afgelopen 2 maanden waren het toch een soort van rollercoaster. Je komt om een totaal nieuwe functie, nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mensen om je heen, nieuwe collega's. Heel veel mensen uit het netwerk waar je mee te maken krijgt. Buitengewoon interessant. Hoe veelzijdig eigenlijk het werk is, met hoeveel mensen je te maken hebt. Want dat zijn natuurlijk de ambtenaren van het departement en ook van andere departementen. Het is de Kamer. Bezoek aan Sint Maarten. Bezoek aan een land wat zwaar getroffen is door de orkaan. Waar gewoon heel veel noden zijn, waar we echt heel snel moeten helpen. We hebben al heel veel gedaan, Nederlandse militairen zijn er geweest, hulpverleners. En we moeten daarmee doorgaan, want het volgende orkaanseizoen staat er weer voor de deur. En we willen gewoon dat die mensen daar orkaanbestendig gaan wonen. Bijvoorbeeld de wet op de inlichting en de veiligheidsdiensten, die we in de stijgers aan het zetten zijn, zodat die volgend jaar in werking kan treden. Er komt natuurlijk ook nog een referendum over, dus ik zie er ook heel erg naar uit om met zoveel mogelijk mensen in gesprek te gaan over die wet en wat die nou eigenlijk betekent. En hoe we zorgen voor een goede balans tussen veiligheid en privacy. 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik vind de versterking van het lokale bestuur heel erg belangrijk. Ik kijk allereerst uit naar een voortzetting van de hele goede samenwerking die wij samen hebben, maar ook met alle mensen hier. Want dan kun je ook echt iets bereiken. Als het gaat om de onderwerpen die van belang zijn, dan is het natuurlijk toch de wederopbouw van Sint Maarten die speelt. Daar moet nog heel veel gaan gebeuren. Maar ook bijvoorbeeld de verdergaande digitalisering van de overheid. Nou, ik heb natuurlijk ook grensoverschrijdende samenwerking in de portefeuille. Nederland is een land met heel veel buitengrenzen. En vooral op die grensgebieden, daar zijn er wel wat problemen. Bijvoorbeeld op arbeid, infrastructuur. Daar gaat men de komende tijd vol voor inzetten. Op persoonlijk vlak kijk ik uit eigenlijk naar de komende 2 weken. Vakantie, met het gezin. Weer even bij elkaar. Tijd voor andere dingen dan alleen maar werk. Ik hoop echt dat voor iedereen, hè, dat de kerst en oud en nieuw dagen zijn voor rust, voor tijd voor elkaar. Nou, de afgelopen tijd was er niet zo heel veel tijd voor persoonlijke dingen. Ik haal ook heel veel energie uit mijn werk. Maar ik denk dat nu de komende weken goed is dat wij leuke dingen gaan doen. Met elkaar inderdaad. Want uiteindelijk is dat toch de basis waarop je dit werk kunt doen. Met steun van thuisgrond. Dat geldt ook voor de mensen die hier werken. Dus ik wens vooral iedereen een hele goede kerstvakantie toe. Goed begin van het nieuwe jaar. Om daarna weer met volle energie aan de slag te kunnen. Cheers. Cheers.